Hallo allemaal. Als eerste filmpje wil ik jullie eigenlijk een beetje tips en tricks leren over de flesjes van onze Young Living productjes. Als we zo'n flesje hebben, dan zit daar zo'n heel fijn druppelaartje op. En op het einde komt daar dan niks meer uit. Maar van onder in ons flesje zit wel eigenlijk nog wat substantie. Dat wil zeggen dat we dat moeten open krijgen. De allereerste keer dat ik dat wou open doen, heb ik dat met een mesje zitten doen, met mijn nagels zitten doen, met alle gevolgen van dien, terwijl er eigenlijk een heel simpel trucje is. Je neemt je witte dopje en je zet dat witte dopje eigenlijk zo'n beetje schuin op het druppeldopje, om het zo maar te zeggen. Je pitst erop en je gaat zo wat schuin trekken eraan en je ziet het al komen. En dan heb ik eigenlijk, zonder mijn vingers vuil te maken, zonder iets anders te smodderen of zo, heb ik eigenlijk het dopje eraf gekregen. En ik kan de overschot die hierin zit, kan ik nog gebruiken. Dan is het niet de bedoeling dat we dat flesje gaan weggooien. Eigenlijk kan je dit nog opnieuw gebruiken. Ik heb hier een paar flesjes lavendel allemaal staan. En ik heb hier 500 gram Epsomzout. Wat ga ik doen? Ik ga die flesjes allemaal, ik ga dat wit dingetje er wel een beetje af doen. Ik ga die flesjes allemaal eigenlijk in dat Epsomzout steken, zodat dat zout, ik ga zorgen dat het een beetje gevuld is, zodat dat zout eigenlijk de geur die, en de substantie, de olie die er nog in zit, daar nog van gaat gebruiken, gaat optrekken en dan ga ik heerlijk geurend badzout hebben. Nu vind ik uiteindelijk dat dat niet genoeg is. Dan kan ik dat met nog een paar druppeltjes lavendel bij aanvullen. Dus hier gaat zelfs alles in komen. Heb ik dan met al die flesjes en de dopjes, die steek ik er ook gewoon in. Alles gaat erin. Elk druppeltje olie wat er nog is, gaat dat Epsomzout opslorpen. Daar gaan deze zelfs nog bij. En dan heb ik die flesjes terug opnieuw leeg. Ik heb mijn Epsomzout, dat kan je in zo'n potje doen. Badzout kan je in eender welk glazen potje doen. Kan je als cadeautje geven, maar ook zelf gebruiken. En je kan zelf geurtjes gaan mixen. Ik wil nu eentje met enkel en alleen lavendel. En vind ik morgen, want dat gaat zo'n nachtje blijven staan, dat daar niet genoeg geur in zit, dan doe ik zelf nog een paar druppeltjes lavendel erbij. Nu, als de flesjes dan genoeg getrokken hebben, dan heb ik natuurlijk gewoon opnieuw een leeg flesje. En wat ga je dan doen? Dan ga je eigenlijk het omhulseltje ga je er vanaf doen. En dan heb je zo die plakrand, wat niet zo tof is. Maar daarvoor hebben we onze lemon. Onze lemon is eigenlijk zo'n beetje onze natuurlijke dissolvant. Dus ik neem een watje. Daar ga ik wat lemon op doen. En dan ga ik gewoon over de rand wrijven. En die gaat eigenlijk die plaklaag volledig wegnemen. Als die plaklaag dan volledig weg is, dan heb ik eigenlijk gewoon opnieuw een flesje. Nu ga je zeggen, maar Ine, daar ben ik toch niks mee? Wel, eigenlijk ben je daar heel veel mee. Want als jij ergens iets maakt, een samenstelling die je wilt gebruiken, bijvoorbeeld, ik heb hier eentje gemaakt, natuurlijk afslanken. Die doe ik altijd in het water. Ja, dan heb ik een gemakkelijke druppelaar in het water. Maar wat nog fijner is, is dat als we het topje er weer af hebben gedaan, kunnen we dat vervangen door onze roller fitments. Die zijn te koop bij Young Living. En dat zijn eigenlijk gewoon rollerdopjes. Dus die passen op onze flesjes. Je gaat dat rollerdopje erop klikken. Je gaat dan natuurlijk het dopje daarvan nemen. En in plaats van eender waar een rollerflesje te moeten kopen, heb ik mijn eigen rollerflesje. Deze is nu van 5 ml. Maar ik heb natuurlijk ook die van 15 ml leeg. Dan kan ik die gebruiken. Zo, vonden jullie dit interessant? Mag je altijd hieronder een duimpje geven? Wil je geen enkel filmpje missen,
is het fijn als je je abonneert en ik hoop dat je wat bijgeleerd hebt en graag zie ik je de volgende keer terug. Bye bye!